Yo guys, let's see, we hebben daar een nieuwe video en vandaag is de allereerste video van 2020. Ja, het is weer al een week geleden, ik heb geüpload, maar het is blok en ja, meer uitleg moet ik niet geven, I guess. Maar vandaag ga ik een beetje praten over 2019, maar gewoon vooral over 2020. Eigenlijk het enige wat ik nog wou zeggen over 2019 is dat ik mijn rewind super leuk vond. Nu over 2019 ga ik niks meer zeggen, want ja, er is een rewind video voor iets. Ik ga alleen maar een paar dingetjes announcen voor 2020. Ik was het al bijna vergeten, maar wat ik ook natuurlijk wou zeggen is dat ik jullie allemaal een super gelukkig 2020 wens. Mogen alle wensen uitkomen en ja, you're going to rock this year, yeah. Waar ik eerst al mee beginnen is een nieuw concept, en ik ga beginnen met livestreamen. Nu, ik ga niet gewoon zomaar beginnen livestreamen. Als ik livestream, dan livestream ik in een soort van series. En mijn eerste serie die ik ga doen is Jackbox. Wat houdt Jackbox nu in? Eigenlijk vrij simpel. Elke vrijdag spelen we van 9 uur 's avonds tot ongeveer 11 uur, 12 uur 's avonds Jackbox. En ja, dat is het. Waarom precies die game? Omdat gewoon al mijn viewers kunnen meedoen. Oh ja, hopelijk toch allemaal. En dat is gewoon leuk. Dat is die leuke ontspanning. Dat is niet te veel nadenken. Dat is een beetje lachen. Dat is gewoon chill, snap je? Dus ik ga dat sowieso elke vrijdag doen van 10 januari tot 31 januari en misschien nog 7 februari. Daar hangt er vanaf of dat mensen het effectief nog willen ofzo. Dus ik zie jullie deze vrijdag om 9 uur 's avonds bij mijn nieuwe serie Jackbox. Ik verwacht jullie allemaal. Ja. Oké? En nog iets anders dat terug is gekomen zijn de IJsberg Awards. Yes! Nu, de IJsberg Awards die had ik in 2018 overgeslaan, omdat ik eigenlijk gewoon veel te weinig video's had geüpload in 2018. En daarom doe ik nu 2018 en 2019 samen en ik noem het nu IJsberg Awards 18 en 19. Wat nu het precieze doel is van die IJsberg Awards, I don't know, ga gewoon stemmen. Ik heb er tijd in gestopt, denk ik wel. En nu nog een beetje over mijn series, welke series dat er nog aan gaan komen en wat er allemaal nog gaat gebeuren en zo en al die shit. Allereerst Star Wars Jedi Fallen Order, dat gaat sowieso doorgaan, dat stopt niet. Ik speel dat gewoon uit. Ik ga gewoon proberen om Star Wars Jedi Fallen Order 2 keer per week up te loaden. Dat is misschien een beetje onrealistisch om dat te doen in de blok. Ja, na de blok zal dat wel lukken. Maar tijdens de blok gaat het al vrij moeilijk worden. Maar we spelen Fallen Order wel uit. En daarna is het terug Minecraft. En het is geen Minecraft Hardcore, maar het is Minecraft UHC Seizoen 2 Winter Battle. Dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Minecraft UHC seizoen 1, maar dan seizoen 2, yes! En na Minecraft UHC seizoen 2 Winter Battle komt er een hele oude game terug op mijn kanaal. Nu, zoals de meesten weten, nee, eigenlijk niet, ik denk niet dat de meesten het weten, heb ik alle drie de Half-Lives gespeeld. Met alle drie de Half-Lives bedoel ik Half-Life, Half-Life Opposing Force en Half-Life Blue Shift. Nu, ik had die Let's Plays gestart, zodat ik ooit aan Half-Life 2 kon beginnen. Nu, fun fact... Ik heb die drie games uitgespeeld. Ik kon aan Half-Life 2 beginnen en ik heb het nooit gedaan. Dus daar wil ik dus verandering in brengen. Na mijn Winter Battle ga ik Half-Life 2 spelen. Ja, ik weet het, er komt een nieuwe Half-Life, maar je hebt daar een VR-headset voor nodig. En zie ik eruit alsof ik een VR-headset heb? Nee, het prijskaartje van een VR is ook super cool. Daarom, als er iemand kijkt, sponsor mij een VR-bril, dan... bril. Nou wil ik dat serieus wel eens overwegen om dat spel te spelen. Maar er komen sowieso nog veel vlogs aan. Ik hoop de vlogs terug beter te proberen maken. Maar ik vond mijn vlogs van Barcelona wel echt vrij goed eigenlijk. Alleen misschien bij de drie laatste is het een beetje afgezakt. Dus ik ga proberen het niveau zo wat terug omhoog te halen om meer te doen en zo. En joh. Nu voor de rest, wat zijn mijn verwachtingen voor 2020, ofwel 2020, ofwel 20x2, ofwel 1010 plus 1010. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet verwachten van 2020. Ik denk wel dat ik 500 abonnees ga halen. Dat gaat wel episch zijn. Dan kijk ik echt naar uit. 500 abonnees. Ik kijk er eigenlijk al heel lang naar uit. 500 abonnees. Dat is echt wel een nice mijlpaal. Voor mij toch, vind ik. Ik weet dat voor sommige mensen waarschijnlijk niet heel super belangrijk. 500 abonnees. Ik heb dat in 3 maanden gehaald. Daarom is dat voor mij wel episch als ik eindelijk die 500 heb. Dat is gewoon de helft van 1000. 1000 is cool. Ik wil ooit 1000 hebben. 1000 is fucking vet. Er komt misschien wel nog andere supercoole shit aan. Ik mag er eigenlijk nog niks over zeggen, want het is nog niet echt zeker of dat doorgaat. Maar ik denk wel door gaat gaan. Maar het is nog altijd niet 100% zeker ofzo. Maar ik ga deze video eens afsluiten. Ik heb niks meer te zeggen, I guess. Boys, 2020 gaat episch worden. Ik beloof het jullie. Dus vond deze video leuk? Was het een blauw duimpje omhoog? Abonneer de volgende keer. En de volgende keer meer. En ik zeg ciao.